Met het schaamhoofd op de kaken durfden ze nog net uit te leggen wat nou eigenlijk buggery was en dat ze dat gingen verbieden. Maar dat er zoiets afschuwelijks was als lesbische liefde, dat vonden ze wel dermate akelig. Dat durfde geen minister aan Queen Victoria uit te leggen. Zijn Europese rechters de baas over Nederlandse rechters? De Universiteit van Nederland presenteert rechtswetenschapper professor meester Roel Schutgens. Dames en heren, artikel 114 van de Nederlandse grondwet zegt: de doodstraf wordt niet opgelegd. Stel je nu voor dat de Nederlandse wetgever een wet maakt waarin staat: wij leggen de doodstraf voor bepaalde delicten wel op. Mag de rechter dan zeggen: deze wet die beschouw ik als ongeldig, want die is in strijd met een mensenrecht, het doodstrafverbod in de Nederlandse grondwet? Antwoord: nee, dat mag niet. Dat komt door het beroemde, of misschien moet ik wel zeggen, beruchte toetsingsverbod in de Nederlandse grondwet. De Nederlandse grondwet zegt: de rechter mag wetten nooit toetsen aan de mensenrechten in de Nederlandse grondwet. Wat is de gedachte daarachter? De gedachte is dat op die manier te politieke kwesties bij de rechter weg worden gehouden. De democratisch gelegitimeerde wetgever mag wetgeving vaststellen. Die wetgever moet er dan voor zorgen dat die wetten volgens hem in overeenstelling zijn met de mensenrechten. En de rechter moet dat niet achteraf dan gaan zeggen: deze wet vind ik ongeldig, want die vind ik in strijd met het mensenrecht. Daar kun je van vinden wat je wil. Het is wel een duidelijke keuze. Het beschermt als het ware de democratie tegen te vergaande bemoeizucht van de rechter. Maar nou is er in Nederland een hele schizofrene stand van zaken. Want het gekke is dat enerzijds verbieden we die rechter om te toetsen aan de grondwet. Anderzijds zegt dezelfde Nederlandse grondwet: de rechter moet zich heel precies houden aan internationale verdragen. En Nederland heeft heel veel internationale verdragen ondertekend waar mensenrechten in staan. Onder andere het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dames en heren, dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat wordt toegepast en uitgelegd door het Straatsburgse Mensenrechtenhof. En de rechtspraak van dat Straatsburgse Mensenrechtenhof, dat moet de Nederlandse rechter, die moet de Nederlandse rechter dus keurig netjes volgen. Ik wil met u twee zaken bespreken die het Straatsburgse Mensenrechtenhof heeft beslist en waarbij in twee gevallen het erop neerkwam dat het Straatsburgse Mensenrechtenhof vond dat een wet, precies zoals die was bedoeld door de wetgever, niet geldig was wegens strijd met de mensenrechten. Om te beginnen een zaak uit 1981. De zaak Dudgeon tegen het Verenigd Koninkrijk. Eind jaren 70 geldt in het Verenigd Koninkrijk nog steeds een hele oude wetgeving die dateert van 1860... 1880. Op basis van die oude wetgeving, dames en heren, was het verboden voor mannen om homoseksueel contact met elkaar te hebben. Zoals de Engelse wet dat charmant omschrijft, buggery is verboden en daar staat levenslange gevangenisstraf op. Om het nog mooier te maken, dames en heren, de Britse wetgever in 1860, 1880 vond het zoiets verschrikkelijks dat er in die wet zelf stond dat niet alleen het Openbaar Ministerie homoseksueel contact mocht vervolgen. Nee, iedere burger was bevoegd om op eigen initiatief een strafproces op te starten tegen die vieze buurman. Overigens, er wordt wel gezegd, dames en heren, je kunt je afvragen waarom is nou eigenlijk alleen voor mannen homoseksueel contact verboden. Het schijnt zo te zijn dat dat komt omdat de regering, de Britse regering in 1880, toen ze die wetgeving voorbereidde, nog net durfde uit te leggen aan Queen Victoria
Met het schaamhoofd op de kaken en in allerlei Latijnse medische termen durfden ze nog net uit te leggen wat nou eigenlijk buggery was en dat ze dat gingen verbieden. Maar dat er zoiets afschuwelijks was als lesbische liefde, dat vonden ze wel dermate akelig. Dat durfde geen minister aan Queen Victoria uit te leggen. En dat is de reden dat dat niet strafbaar is gesteld in het Verenigd Koninkrijk. Maar mannelijke homoseksualiteit is verboden en die wetgeving die geldt eind jaren 70 nog steeds in Noord-Ierland. Meneer Dudgeon is een homo-activist en die wil zich gaan verzetten tegen die wet. Hij krijgt bij de Britse rechter geen gehoor, maar hij stapt naar het Straatsburgse Mensenrechtenhof. En hij zegt, deze wet die mij verbiedt om bepaalde relaties aan te gaan, is in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Mijn recht op respect voor mijn privéleven. De norm, dames en heren, u moet zo weer over deze casus oordelen, dus u moet even goed luisteren hoe de norm precies in elkaar zit. Artikel 8 EVRM zegt, iedereen heeft recht op respect voor zijn privéleven, maar het zegt ook dat dat privacyrecht, daar mag de overheid wel zich inmengen, maar die inmenging die moet dan zinvol zijn, met het oog op een zinvol doel. En die inmenging die moet ook proportioneel zijn. Dat beperken van het privacyrecht dat moet evenredig zijn. En dat moet geschieden met het oog op het doel van onder andere de rechten van anderen, dat is een zinvol doel, of de bescherming van de goede zeden. De Britse regering zegt dan ook, als ze in Straatsburg gedaagd worden, ja, wij hebben nog steeds die homoseksualiteit strafbaar gesteld in Noord-Ierland. Maar dat doen wij omdat wij dat vinden, dat dat een zinvolle inmenging is in het privéleven, omdat wij de goede zeden moeten beschermen. We hebben namelijk wel overwogen om die wet te schrappen. Daar hebben we toen allerlei burgers bij betrokken, kerkelijke organisaties, andere organisaties. En over het algemeen vindt men in Noord-Ierland dat de goede zeden vereisen dat we dit soort gedrag strafbaar stellen. En wij vinden dus dat dit een zinvolle strafbepaling is en een zinvolle beperking van het recht op privacy. Nou ja, meneer Dudgeon daartegenover die zegt, wat een kul, ik doe altijd keurig de gordijnen dicht, dus wie heeft er last van? Hier wordt de kern van mijn privacyrecht aangetast, alleen maar omdat anderen misschien aanstoot aan mij nemen, maar een ander doel dient het niet. Dit is helemaal niet een zinvolle beperking van het privacyrecht. Deze zaak, dames en heren, kreeg het Straatsburgse Hof voorgelegd. De Britse wet moet worden getoetst aan het recht op privacy in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Verplaats u even in de toga van de leden van het Europese Hof en spreek eens een oordeel uit. Is die Britse wet nou een zinvolle beperking van het privacyrecht? Of zegt u nee, deze wet die gaat te zeer tegen de mensenrechten in en die moet ongeldig worden verklaard. Even stemmen, ik ben benieuwd. Wie zegt 1, dit is een zinvolle beperking van het recht op privacy? Het is wel heel duidelijk wat hier uitkomt. Dames en heren, wie zegt deze wet moet ongeldig worden verklaard? Dit gaat te zeer in tegen de mensenrechten. Kijk eens aan. Het Straatsburgse Hof, dames en heren, zou blij zijn met zo'n publiek, want in 1981 spreken ze dan ook uit, ja, dit soort beperkingen van het privacyrecht zijn niet zinvol en niet legitiem, kunnen niet door de beugel. Nu heb ik ook een zaak uit 2005, en dat is riskant, want ik weet niet wat eruit komt, ik ben heel erg benieuwd. We gaan dat zo weer peilen. De zaak uit 2005, dat is een zaak die buitengewoon veel aandacht heeft getrokken in de internationale media, dat is de zaak van meneer Hurst. Hurst is een veroordeelde moordenaar. En die heeft levenslang gekregen en die zit in het Britse gevangen. En zoals alle gevangenen in Groot-Brittannië mag hij bij verkiezingen niet zijn stem uitbrengen. En dat is het gevolg van een wet uit 2000, de Britse wet, die zegt alle gevangenen, iedereen die gevangen zit in het Verenigd Koninkrijk, mag niet deelnemen aan verkiezingen. Maar die wet die dateert uit het jaar 2000, maar die gaat terug op een eeuwenoude traditie tot en met koning Edward III, ongeveer 700 jaar geleden. Zo lang zeggen die Britten al,
al wie in het gevangen zit mag niet deelnemen aan verkiezingen. Meneer Hurst wil graag wel stemmen. Hij is kennelijk politiek geëngageerd en wil heel graag van zijn grondrecht om te mogen stemmen gebruik maken. En ook meneer Hurst stapt naar het Straatsburgse Mensenrechtenhof. En Hurst zegt, Mensenrechtenhof, bescherm mijn recht om mijn stem te mogen uitbrengen bij verkiezingen. Interessant is dat dat Mensenrechtenhof nu weer moet gaan oordelen op basis van zo'n bepaling. Dit is artikel 3 van het eerste protocol EVRM. Het zijn wat veel woorden, maar er staat eigenlijk niet meer dan dat de staten die bij dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens horen, dat die af en toe vrije verkiezingen houden. Punt. Meer staat er niet. Maar heeft het Straatsburgse Hof heeft daar nog wat normen bij verzonnen en die doen heel sterk denken aan die normen uit die Dutchenzaak. Je mag dat recht om te stemmen als staat beperken, maar dat moet een zinvol doel dienen en het moet evenredig zijn. Nou, voor het Straatsburgse Hof zegt enerzijds meneer Hurst, ik heb een mensenrecht om mijn stem te mogen uitbrengen bij verkiezingen en dat wordt door die Britse wet veel te ver beperkt. Dat is niet noodzakelijk en niet legitiem. De Britse regering zegt, wij vinden het hartstikke legitiem. Het dient namelijk twee zinvolle doelen. Ten eerste ontnemen wij gevangenen hun kiesrecht omdat we gevangenen nu eenmaal willen straffen. En dat kun je doen door ze vast te zetten, maar dat kun je ook doen door ze een recht af te pakken, bijvoorbeeld het recht om te stemmen bij verkiezingen. Ten tweede, zegt de Britse regering, zijn wij in het United Kingdom mensen die het kiesrecht zeer hoog achten. En wij vinden dus dat een stem moet worden uitgebracht door mensen die dat verdienen. En deze wet die gevangenen niet laat stemmen, beschermt als het ware de waarde van dat stemrecht. Dat zijn de standpunten van partijen. Hurst vindt het niet een gerechtvaardigde bepaling. Het Verenigd Koninkrijk, de regering, vindt dat wel. En het Straatsburgse Hof, dames en heren, moet beslissen op basis van deze vage bepaling die er nauwelijks iets over zegt. Vraag aan u. Wie vindt deze Britse wet in strijd met de mensenrechten? Wie vindt dus dat die wet naar de prullenbak moet worden verwezen? Oké. En wie van u vindt dat dit een gerechtvaardigde beperking is van dat kiesrecht? Als ik het goed zie, dames en heren, bent u gemiddeld iets linkser dan de Britse regering. Want, maar nog altijd is ongeveer 30% het eens met de Britse regering, 70% is het eens met meneer Hurst. Het Straatsburgse Hof heeft hier uitgesproken dat deze beperking van het kiesrecht een ontoelaatbare inbreuk is op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En daarmee heeft het Straatsburgse Hof bijna een bom gegooid in de Britse politiek. Aanvankelijk deed de Britse regering namelijk helemaal niets met deze uitspraak. Het probleem is dat als jouw mensenrechten zijn geschonden, dat je dan recht hebt op schadevergoeding. En dat hadden gevangenen in het Verenigd Koninkrijk op een gegeven moment ook door. En dat leidde tot honderden, misschien wel duizenden verzoeken om een stevige schadevergoeding. En dat begon op een zeker moment in de miljoenen te lopen. En van ellende heeft toen in 2010 de regering Cameron een wetsvoorstel ingediend om deze stand van zaken dan maar af te schaffen. Dat is een heel interessant wetsvoorstel, want het is volgens mij een van de weinige wetsvoorstellen waarbij de premier in het House of Commons aankondigde dat ze deze wet gingen indienen om gevangenen kiesrecht te geven en dat tegelijkertijd meteen bij zei, dit wetsvoorstel van mijn eigen regering makes me physically sick. Dames en heren, daarmee wordt meteen een probleem geïllustreerd dat een rode lijn was achter de zaken die ik vandaag met u heb besproken. Wij eisen van een rechtssysteem en vooral ook van de rechter die het toepast, twee dingen die niet altijd samengaan. Tussen die twee afgronden, dames en heren, moet de rechter balanceren over een slap koord. Ik denk dat het rechter meestal goed lukt, maar het zal nooit helemaal lukken. Maar hij moet er wel naar streven. En dat streven, daar denk ik als rechtswetenschapper graag over na,
Dat is wat mij fascineert en boeit aan mijn vak. En ik hoop dat ik van die fascinatie iets op u heb kunnen overbrengen vanavond. Dank voor uw aandacht.